Ja, dat vind ik natuurlijk ernstig. Die brief is van een aantal weken geleden. Nu weten we ook dat een aantal weken geleden wij ook meteen op dit probleem erop gedoken zijn om te kijken of we maatregelen kunnen nemen. Toen heb ik ook al gezegd dat wij ook merkten van personeel in asielzoekerscentra dat vanaf sommige van die lui, niet allemaal, maar sommige wel vanaf dag 1 dat ze binnenkomen al irritant zijn en overlast veroorzaken. Daarom hebben we ook al die maatregelen aangescherpt om deze groep aan te kunnen pakken. Ze hebben vaak geen recht op asiel. Dat wil ik ze zo snel mogelijk duidelijk maken. En zo snel mogelijk duidelijk maken dat ze hier niks te zoeken hebben. We gaan ze snel behandelen en afwijzen. En de opvang dan ook ontzeggen als ze nog in beroep zouden willen gaan. En natuurlijk, waar we ook mee bezig zijn met lokaal gezag en politie en OM. Om als ze echt de wet overtreden, ze ook gewoon daarvoor aan te pakken en straf te geven. Ja, we hebben de afgelopen weken al diverse arrestaties gezien. In sommige gevallen konden we ook heel snel die zaak voor de rechter brengen. En zijn er ook al veroordelingen geweest. En het binnen een aantal dagen na binnenkomst maken we ook duidelijk dat er geen recht is op asiel. Het heeft alleen zin om snel naar een rechter te gaan als je dan ook de zaak rond hebt. En in een aantal gevallen hebben we inderdaad via snelrecht die veroordelingen kunnen doen. In hoeveel gevallen gaat dat? De laatste stand weet ik niet uit mijn hoofd, dat kan per dag verschillen. Maar we hebben een aantal mensen is al veroordeeld. Maar je had het over tientallen die echt problemen veroorzaken of gaat het om nog meer? Ja, ik vind het al snel een probleem als je je niet goed gedraagt. Dus dan is het meer. Maar als je echt kijkt naar de harde kern die bijna niks anders lijkt te doen dan overlast veroorzaken. Ja, dan zie je op verschillende plekken in het land dat groepjes zijn. En die moeten we natuurlijk harder aanpakken.